We zijn andere mensen dan 100 jaar geleden. Maar als technologie bezit dreigt te nemen van ons lichaam en onze geest, ontstaat er een heel nieuwe situatie. Wetenschappers en autofabrikanten gaan ervan uit dat we rond gaan rijden in zelfrijdende auto's. Dan worden onze handelingen overgenomen door machines. Maar wat wordt onze rol dan? Dit kan inderdaad echt niet. Oh ja, daar moet je wel even mee oppassen, David. Oké. Biomechanicus David Abbink van de TU Delft gelooft dat in de toekomst mens en machine met elkaar zullen versmelten. Maar hij denkt niet dat we volledig op de automatische piloot over kunnen gaan. Want als de techniek plotseling faalt, zijn we niet alert genoeg meer om dit op te kunnen vangen. Nou, de vraag is wat je dan doet op dat moment. Waarschijnlijk als het een hele tijd goed gaat, dan ga je een beetje je boekjes zitten lezen of een e-mail zitten checken. En dan ben je veel te laat. Abbink onderzoekt hoe je mens en machine optimaal kunt laten samenwerken. Wat wij proberen te doen hier is mens en intelligente auto een beetje te laten versmelten. Om eigenlijk het besturen van een auto meer te laten lijken op het besturen van een ruiter te paard. Dus dat betekent dat de intelligente auto, die is slim, hè, die kan de omgeving in de gaten houden. Maar die is ook niet feilloos, dus dat kan misgaan. Mensen die zijn ook niet feilloos, die maken ook allerlei ongelukken. Dus wat wij hopen te doen is dat in plaats van dat je als mens een automatische auto in de gaten houdt, proberen we eigenlijk dat je samen moet sturen. De auto doet het niet alleen. Als ik mijn handen van het stuur afhoud, dan rijdt hij eigenlijk niet zoals ik zou willen. Ik doe het ook niet alleen, want ik voel hulpkrachten. Maar samen leveren we de benodigde krachten om die auto te sturen. Abbink past hierbij technologie toe waarbij het apparaat communiceert met de mens door middel van tegenkracht of vibratie. In dit geval is dat via het stuur van de auto. Ik voel nu, niet alleen via de tastsensoren in mijn huid, maar ook via eigenlijk alle positie- en snelheids- en krachtopnemers in mijn spieren die we allemaal hebben. Dat noemen we wel eens het zesde zintuig. Voel ik eigenlijk telkens wat er gebeurt in de omgeving. Andere onderzoekers in Delft passen dezelfde technologie toe bij het ontwerpen van exoskeletten voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar volgens Abbink kan het ook worden ingezet voor gezonde mensen of voor op afstand bestuurbare robots. In Fukushima bijvoorbeeld, toen hadden ze robots ingezet, daar konden mensen natuurlijk niet komen. En die robots werden op afstand bestuurd door mensen. Die robots waren niet slim genoeg om in zo'n rare, ongestructureerde, gekke omgeving de juiste dingen te doen. Maar dat duurde een half uur voordat mensen daarmee een deur konden openmaken. Dat is natuurlijk in zo'n tijdskritische situatie vreselijk. Wat je hier ziet is een op afstand bestuurbare robotarm. En wat nou de bedoeling eigenlijk is dat je dus op afstand dit zou kunnen voelen. Dat je precies weet, nou, we gaan hier overheen en we draaien zo dit boutje bijvoorbeeld los. Dit is eigenlijk een abstractie van hoe moeilijk het is om een deur open te maken. Je moet er naartoe bewegen en dan daarna dan moet je op een manier iets vastpakken en dan moet je draaien om de juiste as, om de juiste richting, de juiste pad. Dat is heel lastig en daarbij helpt normaal gevoel, dat je een beetje voelt van nou ben ik er en loopt het soepel eroverheen. Dat helpt al enorm. De mens die van de techniek leert en omgekeerd. Maar techniek dringt straks tot diep door in mijn lichaam en in mijn geest. Moet ik me daartegen verzetten of heeft dat geen zin?